Ben jij ondernemer die wil investeren in duurzame energie? Ken je de SDE++ al? Hallo, mijn naam is Wouter Viveen en ik ben bedrijfskundig adviseur bij Alfa. In dit filmpje licht ik toe of de SDE++ voor jou interessant is. De subsidieregeling SDE++ is vandaag 24 november tot en met 17 december opengesteld. De SDE++ is met name interessant voor grote projecten waarbij je meer produceert dan dat nodig is voor jouw eigen onderneming. Wil je alleen zonnepanelen plaatsen voor je eigen gebruik, dan is de EIA en de KIA interessanter. De meest voorkomende investering om in aanmerking te komen is zonnepanelen. Er zijn een aantal factoren die invloed hebben of het wel of niet interessant is voor jouw onderneming. Zoals het aantal zonnepanelen welke je op het dak kunt plaatsen. Wat zijn de kosten van het verzwaren van de aansluiting? En is er voldoende capaciteit op het net? Neem contact met ons op als je meer wilt weten over de SDE++ of lees het artikel over de SDE++ voor meer informatie.